Voorzitter, ik zie sommige partijen dit debat aangrijpen als een soort van evaluatie van het totale coronabeleid. Dan wel om terug te kijken op alles wat er niet goed is gegaan met het inkopen van mondkapjes. Dat kan ik op dit moment niet en daar is dit debat ook niet voor bedoeld. Dit debat gaat over iets anders, misschien nog wel iets groters. Het gaat over onze democratie. Een jaar geleden stonden we in deze zaal. Het 1 april debat. Helaas geen grap. En we hadden hier een debat over dat we het allemaal anders zouden doen. Er stond hier een premier te vechten voor zijn politieke leven. En we zouden het allemaal beter doen. We gaan informatie nu geven aan journalisten als ze erom vragen en aan de Tweede Kamer. En waar staan we nu? Artikel 68 van de Grondwet zegt dat informatie ten alle tijde aan de Kamer verschaft moet worden. Tenzij dit in het belang van de staat niet kan. Vorige week vroegen we om informatie. En tot 2 keer toe is deze informatie door minister Helder geweigerd. Ik dank het kabinet dat deze informatie hier gisteren wel is gekomen. Maar dat laat wel een vraag open. Waarom kon vorige week deze informatie niet geleverd worden en deze week wel? Waarom kon er vorige week blijkbaar wel een beroep gedaan worden op het belang van de staat en waarom niet? En uit de brief die minister Helder heeft gestuurd, wordt de brief van minister De Jonge meegestuurd met het verzoek om deze informatie door te sturen. Wie heeft eigenlijk bepaald dat deze informatie nu wel naar de Tweede Kamer kan? Voorzitter, we moeten afrekenen, en niet alleen de oppositie hier, en ik kijk indringend naar de coalitiepartijen, als parlement. We moeten als parlement afrekenen met een verziekte bestuurscultuur. Een bestuurscultuur waarin memo's over de dividendbelasting maandenlang achtergehouden kunnen worden en dan plotseling naar boven komen. En dat hij dan een winstpersoon staat en zegt, ja, sorry, ik had het echt allemaal anders moeten doen, ik had het eerder moeten doen, sorry. Een bestuurscultuur waarin informatie over toeslagen, schandaal, jarenlang achter is gehouden. Jarenlang, met alle gevolgen van dien. Een bestuurscultuur waarin feitenrelaties niet met de Kamer worden gedeeld, tenzij de minister, die het onderwerp is van het feitenrelaas, zelf zegt dat het goed is dat deze informatie gedeeld kan worden. Voorzitter, ik kijk hier naar een kabinet dat zich vooral lijkt druk te maken over haar eigen status, over opiniepeilingen, over boze Twitterberichten. Mijn boodschap vandaag is, ga aan het werk. Geef de Kamer en journalisten gewoon eerlijk antwoord als ze vragen stellen, zodat we ons allemaal bezig kunnen houden met de echte problemen van onze tijd. En concreet, voorzitter, heb ik nog een aantal vragen aan het kabinet. Kijk, minister De Jonge kan wel zeggen, sorry, ik had eerder en beter de Kamer moeten informeren. Maar wat bedoelt hij daar precies mee? Wat ik hier zie gebeuren is de methode Rutte. Dit is hoe Rutte al 10 jaar met allerlei ongein in dit parlement wegkomt. Maar kan de minister ook in dit debat uitleggen waarom hij op 25 april ambtelijk via de app wel degelijk details kreeg over deze deal? En hoe het dan kan dat hij op 17 mei van datzelfde jaar in 2021 bij het uitlopen van de ministerraad zegt dat hij op geen enkele wijze betrokken is. Houdt hij dat nog steeds staande, dat hij niet betrokken was bij deze deals, terwijl uit de berichten die we hebben gezien dat wel degelijk het geval was? In Kamervraag uit juni van 2021 wordt gesteld dat die minister Van Rijn iedere keer de informatie heeft doorgegeven. Als mijn fractie dat leest, denken we dat is prijzenswaardig. Want het is de taak van de minister om signalen door te geven. En nu blijkt dat die ambtenaren heeft aangezet om aan het werk te gaan. Voorzitter, ik rond af. Mijn punt hier is niet dat het allemaal niet zou deugen wat hier is gebeurd. Dat het niet goed is. Ik kan het op dit moment, heb ik niet alle feiten en kan ik er niet over oordelen. Maar wat ik van bewindspersonen verwacht, ieder moment, is dat ze eerlijk de informatie delen met de Tweede Kamer en met journalisten. Samen maken we onze democratie. De democratie is gebaat bij transparantie. En op het moment dat dat niet gebeurt, dan hebben we als volledige Tweede Kamer een groot probleem. En ook het kabinet. Dit gaat over het vertrouwen dat mensen kunnen hebben in ons openbaar bestuur. Daar gaat dit debat vandaag over. Dank u wel.